Dames en heren, de wonderen zijn de wereld nog niet uit en wij ook niet. Hier zijn, even terug van weg geweest, live uit Argentina, Colonello Federico Jacobo en zijn adjudant Teodoro Vanessa. Dames en heren, tegen alle mensen die dachten dat wij dood waren, trekken wij graag de langste feestneuzen die wij in huis hebben. Kom op, wat je dan? Hey! Dikke Tom, 3 bier. Had u niet gedacht. Maar wacht even, Jacobsen. Officieel zijn wij toch dood? Dat is nou je adjudant, moet je de oorlog mee in tegen Engeland. Luister nou. Fiscaal ja. En voor de levensverzekering zijn wij dood. Ja. Maar alleen in Nederland, ja. Van S. Ik begrijp er na één jaar nog steeds geen malle moer van. Leg ik het nog een keer uit aan de huiskamers thuis. Ja. Luister. Ongeveer een jaar geleden zagen wij aankomen dat het nooit meer goed zou komen met Nederland en dat die tegenpartij van ons niet genoeg stemmen zou halen bij de verkiezingen. Goed. Duidelijk tot zover? Goed. Gaan we verder. Wij maken dus een dealtje met de Haagse politie. Jongens, hou van geintjes. Andere woorden, zo corrupt is de pers. Wij laten ons zogenaamd overhoop schieten. Oh. En wij laten ons verschepen in een container met wapens zoals ze al jaren tussen Nederland en Argentinië heen en weer gaan. Daar worden we uitgepakt. En we wilden altijd al graag naar Zuid-Amerika ja, en zo doen. Lekkere Duitse werven daar, joh. Ja, maar ja, dat ook. Vaders, hè, vaders, allemaal beroemde nazi's. Maar geen centje last van een syndroom, nee. Hoor, die werven. Komt ook door de zon, hè. Ander verhaal. Luister, wij komen daar dus aan in Buenos Aires. Ja. Wij stappen van die boot, container klappen mee open. Wat zien we naast ons leggen? De Karel Doorman. En dan hebt hij langer nog op gevaar op de Karel Doorman. Ja, één weekie maar hoor, en anderbal. Doet er niet toe. Ik zie zo'n snorremans, 3 strepen. Ik zeg, moet je luisteren. Barca Hollandesa. Hey. Oh ja, zegt die Argentijn. Ik zeg, zie. Hij zegt, kom even aan boord, we hebben moeilijkheden met z'n achteruit. Wij aan boord, leuke contacten gelegd. En dan zitten we dus op een leuke salarisschaal in de Argentijnse legers, hè. Maar weet je wat je wel hebt met de Argentijnse werven? Dat is de knoflook, hè? Ja, dat is een nadeel. Heel Zuid-Amerika is vergeven van de knoflook, hè? Grote titel, dus je komt niet zo dichtbij, dan ga je niet meer. Maar goed, ik ben al kolonel. En als kolonel heb je ook het voordeel dat dan mag je doden als kolonel. Ik mag dus mijn verdachte personen, mag ik er 14 maximum per week van doden. Nee, maar Jacobsen, wanneer mag ik nou eens een keertje doden? Wanneer mag hij nou eens een keertje doden? Luister nou. De adjudant van een Argentijnse kolonel, wat jij bent, ja. Mag pas doden nadat hij 5 jaar tot volle tevredenheid hebt gemarteld. Oh ja. En tot volle tevredenheid van de kolonel hebt gemarteld. Ben natuurlijk ik niet tot tevredenheid van de verdachte hebt gemarteld. Verdwijningen, daar houden wij niet van. Nee, verdwijningen, daar houden wij niet van. Nee. Vind ik zo'n achterbaks gedoe, hè? Nou, dat je dan tegenstanders van het regiment laat verdwijnen. Nee, daar krijgen ze ons niet voor. Nee, maar het legt ook een beetje psychologisch natuurlijk, omdat wij zelf toch een tijdje verdwenen zijn geweest. Oh, daar legt dat aan. Tuurlijk. Daar haal je dat door. Ja. Ja, het is een vrij hard systeem. Het zijn allemaal vrije jongens. Iedereen samen voor zijn eigen in Argentinië. Maar het werkt wel. Het werkt wel. En ik was vanmorgen nog bij mijn moeder in de Haagse Schilderswerk, waar het dus helemaal niet werkt. Niemand te herkennen, die kleren zo daar. En mijn moeder zegt ook, jongen, dat ik je daar naar vergroot heb gebracht. Hè, had je nou dat moeten gaan doen, ben je nou dat geworden? Ik zeg, dan moet je eens even luisteren. Als je in Nederland een scheet laat, die je buurman als beledigend ervaart, beledigende scheet, dan kan je voor de rechter slepen. Hè? En zo zijn er 60.000, 70.000 zaken die ze gewoon hebben moeten laten verjaren. Hè? Die zijn gewoon niet afgemaakt, die processen, wegens tijdgebrek, te druk. Dat bestaat in Argentinië niet. We hebben geloof ik in heel Argentinië hebben geloof ik 1 rechter. Er komt nooit iemand, begrijp je wel. Dus dan moet je niet zo schijnheilig doen hier. Want voorlopig staan er onder hem weg in die wapenfabriek in Amsterdam al jaren 200 Argentijnen te sleutelen aan wapens die wij nog tegen Engeland zouden moeten gaan gebruiken. Natuurlijk, ik heb maar zo'n kwaad om maken, wacht jongen. Even. Godverdomme. Wapens voor op de Karel Doorman hoor. En ja, die hebben jullie ook verkocht. Hebben jullie mooi aan verdiend. En de Nederlanders kunnen nog meer verdienen aan de Karel Doorman en aan de hele kwestie. Want wij willen graag even een oproep doen aan Joop. Joop moet je luisteren. Joop van Autosloperij De Hoop. Haagweg 82 Monster, ook voor gebruikte nieuwe onderdelen. Joop moet je luisteren.
Wij moeten voor die Karel Doorman voor die achteruit hebben een differentiaalkoppelingetje tandwieltjes 58. Als jij nou nog hebt staan, een Cadillac 62, haal dan die kardan even open en kijk of die centrifugale drijfbaten eruit kennen. Dan merk ik die ballonnen, dan maak ik daar wat van. En Joop. Even doen, Joop. Okay. Joop, breng dan ook wat hagelslag mee. En wat boerderij erop, want dat kennen ze daar niet in Argentinië. Hier. Ja, Joop? Boerderij erop. Gaat er een aan de vooravond van Wereldoorlog 3 over boerderij erop staan te zeiken? Nou ja, maar Eikelman. Jujubes is ook goed hoor, Joop. Als het maar zaten erop is, hè. Dus geen katjes. Hè? Joop, luister nou. Tandwieltje 58. We zitten hier bij de NOS in studio Quattro. Hé? Wat verleer dan snel je moerstaal. Studio 4 bedoel ik natuurlijk. Dus even bellen, Joop, studio 4. Goed. Ja, wij zijn al een paar dagen zo even snel in Nederland, dames en heren. En wat ons toch het meeste opvalt hier met de Pasen is dat de grootste eieren nog altijd achter het stuur zitten. Met oh ja, schijt. Door de hartstikke gek van. Ik ken hier niet meer winnen hoor. Wel mij hoor. Ik ken hier niet meer winnen. Schijt toch uit. Als je één keer in je Mustang over de Pampas hebt gescheurd, nou dan denk je toch dat je achterlijk wordt als je van Utrecht tot Den Haag vast zit tussen de moffen, schijt toch uit. En al die Nederlandse becelgezinnetjes in hun ritmootjes, in hun sambaatjes, in hun panda's, in hun fiesta's, in één grote file tot Madurodam, omdat ze allemaal de aanslag op het Witte Huisje willen bekijken, schijt toch uit. Paas in Nederland, oma, je moet er eens even uit, joh. Ga mee, ga maar lekker naar de Floriade. Maar voor je het weet hang je 65 meter boven de grond klemmende lift aan 10 gulden per persoon. Als het arme oude mens was thuisgebleven achter de vaas tulpen, dan had ze meer bloemenpracht gezien. Dat gebeurt in Nederland. Lekker weer hebben jullie hier trouwens nou, met de Pasen. Mooi, hè? Nou, nee, dat is wel makkelijk hoor, die hagel. Want dan hoef je je eitje helemaal niet te pellen. Je had het gewoon even buiten het raam. Ach, wel ja, joh. Nou, trouwens, ik heb gehoord, dat is nog het allerergste van dat paasweer. Ja. Dat voor de minima in Nederland blijft het vanaf nu altijd hagelen en matten sneeuwen. Dat is dan de voorjaarsnota, begrijp je wel? Oh ja, nee, wacht even, dat heb ik gelezen, hè. De voorjaarsnota. De regering maakt toch plannetjes bekend? Ja. Nou, ik begrijp er geen ene reet van, hoor. Nou, ik ken het je nog één keer uit te leggen. Het komt hierop neer dat de minima, die gaan er het maximum op achteruit. En de maxima, die leveren slechts het minimum in. Oh. Begrijp je wel? Zo werkt het. Dat is dan de voorjaarsnota. En dat hebben dus de socialisten in de regering dan toch maar mooi bereikt. Op jongen, het werk, jongen. Heb ik gelezen, op het werk wordt steeds meer gedronken. Op het werk? Op welk werk? Ja, dat weet ik niet. Op het werk. Op het werk, op het werk, op het werk. Waar is dat dan, dat werk in Nederland? Weet ik veel, maar op het werk wordt meer gedronken. Nou, dat bewijst dus dat er helemaal geen werk meer is in Nederland. Want tegelijkertijd lees je op het werk wat meer gedronken. En Heineken zit een kwart bier minder om. Dus hoe kan dat dan op het werk wat meer gedronken? Begrijp je wel? Er is bijna helemaal geen werk meer. En dat is de hele economische situatie in Nederland. Die vergelijk ik wel eens voor Argentijnse vrienden met een krat pils. Waarin nog slechts 4 pijpjes vol zijn en de rest is leeg en begint steeds harder te rammelen. Let op mijn woorden. Mooi, dank u. Mooi. Heb je trouwens ook in de voetballerij gisteren weer een bom gegooid in Alkmaar? Ja, die zijn langzaam. Hoe denken ze in Nederland nou ooit nog eens een keertje tegen Argentinië te kunnen voetballen? Dat die bommetjes die leggen al op de sportafdeling bij Welstora. En Cruijff wordt morgen 53. Dus hoe moet dat met dat Nederlandse voetbal? Deerlijk. En dat komt nooit meer goed, want er blijft altijd rotzooi in die stadions. Zolang er geen generaals op de tribune zitten, begrijp dat dan toch mensen in Nederland. Deerlijk. De F-site in Argentinië die durft nog ineens een blikje cornetbief te gooien. Terwijl we er met miljarden zitten. Nou, en je kan zeggen wat je wil van de Engelsen. Wij krijgen ze nou even aan de taas. Maar mooi dat alle werkelozen daar op de kade de oorlogsvloot staan uit te juichen. Dat wel. En als je dat dan vergelijkt met dat slappige zeik in Nederland. En ik wil jullie alleen maar even waarschuwen. Want binnen een half jaar zit je in precies hetzelfde schuitje in Nederland. Want Venezuela hebben wij via die gaat zeggen. Hé, wat ligt daar? Oh, net de Falkland, zeg. Kijk eens, Aruba, Curaçao, Bonaire, pikken in die handel, begrijp je wel? Dus je moet nou wel een zeemacht opbouwen, jongens. Een beetje boosje. Hè? Niet te gedoe met die zeilboten van 21 dagen de wereld rond. Hier, moet je kijken, Prins Bernhard met zijn smietpetje op zijn hoofd aan boord van de Flyer. Die is dan 21 dagen de wereld rondgevaren. Nou, het is wat zeg, zou je in een week in Bonaire moeten zijn. Hè? Wat doe je het van? Hier, van 8 aan boord van een roeibootje in de Hofvijver. En maar kan ik erop vannacht dat niemand zo'n man als een zitje geeft, begrijp je dat? He? En dat is er dan overgebleven van Nederland als zeemacht. Joh, Rob, wat toch hou op, schijn dat eruit. Nou, hé. Daar is ziek van. We moeten weer terug. Joop, wat blijf je nou met je belletje? Joop, kom op, daar zit een onderscheiding al vast. Wanneer jij ons die centrifugale drijfbouten bezorgt, dan krijg jij uitgereikt en opgespeld. Bij gelegenheid, door mijn persoonlijk, deze onderscheiding, Joop. Zo. Die is voor jou, joh. Deze. Die voor jou? Die is voor jou. Wat is dat dan voor onderscheiding? Dit is de gouden kontkruiper van Galtieri persoonlijk. Die kan Joop krijgen. En Van Mierlo kan hem ook krijgen. Heer Van Mierlo,
Wij zitten ertussen voor de provisie. Bel u aan het eind van de volgende week even op, want je kent die Karel Doorman. Terugkopen en daarmee de gouden kontkruipen van Galterie verdienen. Ja, nou nog even een geitje. Jacobsen, heb je gelezen van die Roeleveld, die evangelist met die 200.000 opgezette dode dieren in die erger gemaakte bunkers? Had hij even zijn hamer opgezet? Nou, die deed dat in opdracht van God. Hè? Ja. Weet jij wat God tegen die man hebt geroepen? Nee, geen idee. Zet hem op, Roeleveld! Geitje. Geitje, adjudant. Leuk.